vind ik niet meer leuk. Hey. Nou, het is oké. Webloggers die worden opgepakt. Een professor, een vriend van ons, is vorige week opgepakt. Ondanks al hun waarschuwingen heb ik toch besloten om te gaan naar Iran. Door velen bestempeld als de as van het kwaad. Maar ik wil heel graag zelf ontdekken hoe het hier is als toerist. In het algemeen kan je hier je leven leiden. Maar er gebeuren heel veel nare dingen. En er zullen in de toekomst ook nog heel veel nare dingen gebeuren. In Iran you can do everything you want in the personal life. Stel je voor, je bent in Iran. Waar denk je aan? Nou, ik dacht eigenlijk voornamelijk aan gesluierde vrouwen, nomaden, woestijn. Maar je kan hier dus ook iets wat ik nooit had verwacht. En dat is skiën. Dit is echt niet normaal. Deze jongens zitten de hele tijd aan mijn kont. Aan mijn tieten. Bye bye. Have fun. En dat mannetje is nu even aan het kijken of alle jongens er niet zijn. Ja? No? Cool. Oké, dus we gaan komen. Oké. Oké. Oh ja, we gaan. Oh, hallo. Nou. Oh ja, tuurlijk. Hé, jongen. It's oké, really. Dit vind ik niet meer leuk. Hey. Nou, het is oké. Fucking hell man, doe normaal man, gozer. Ik ben op je hoofd, Volgens mij moet ik even iets anders aandoen. Mensen beschouwen me echt als een hoer. Ja.